De heren Delano Broekhoven en Regilio Bakboord hebben middels een petitie aandacht gevraagd voor discriminatie in diverse resorten in Paramaribo. De petitie is op 21 januari 2021 overhandigd aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, de heer Marinus B. U mag nu kijken naar het moment van de petitieoverhandiging. Geachte meneer de voorzitter, er spelen zich in Suriname als multiculturele en multiraciale samenleving bepaalde zaken af waarvan het verzoek van de burgers van onder andere diverse resorten in Paramaribo om die zaken middels deze weg dringend onder uw aandacht te brengen. Er ontstaan diverse soorten spanningen, een onveilig gevoel, verder toename van polarisatie enzovoorts. Door onverdraagzaamheid, onethisch gedrag en doordat wij elkaar niet respecteren. Dit alles vindt zijn oorsprong in externe zaken, namelijk sociale media, waaronder Facebook, zorgt voor heel veel negativiteit met als gevolg een negatief gedrag van de burgers. COVID-19 maatregelen, zoals opgenomen in diverse protocollen, zorgen ervoor dat de mate van onverdraagzaamheid onder de burgers toeneemt. De onzekerheid en wrevel die ontstaat door de COVID-19 maatregelen en de minimale informatie over het vaccin die wordt verstrekt aan de bevolking, waarvan er zoveel onduidelijkheid en negatieve nieuws, met name de betrouwbaarheid in de media, verschijnt. Discussies worden in de DNA gevoerd zonder daadwerkelijk het volk erbij te betrekken. De beslissingen worden onderling genomen. Bovengenoemde zaken leiden naar verschillende vormen van discriminatie en oneenigheid tussen personen en groepen die onder de aandacht moeten worden gebracht van de gekozen volksvertegenwoordigers. Zij kunnen hun bijdrage leveren door te werken aan aanpassen en daadwerkelijk in werking stellen van de wetgeving met de nodige sancties. Bij de voorbereiding en implementatie van wetgeving kunnen diverse overheidsinstanties en andere stakeholders betrokken worden. De burgers vragen langs deze weg om genoemde zaken aan te pakken, zodat er geen onnodige handelingen worden ondernomen door de burgers zelf. Dit om te voorkomen dat zaken onnodig uit de hand lopen onder de burgers, terwijl er sprake moet zijn van orde en rust binnen de gemeenschap, vooral in de tijd waarin we nu leven. Wij kijken uit naar een oplossing hier, voorzitter. Ik zet hem heel netjes weer in die enveloppen voor u. Laat me uw organisatie alvast bedanken voor het initiatief. Dit noemen we een stukje burgerparticipatie. Omdat we allemaal een rol hebben in dit land die we moeten vervullen. De Nationale Assemblée is een vertegenwoordiging van het volk. En het is sinds de oudheid, kan je zeggen, dat het besluit toen is genomen om volksvertegenwoordiging in te stellen. Waarom? Omdat om te komen tot besluitvorming, als we Suriname als voorbeeld nemen, zouden we niet met onze 600.000 plus hier kunnen komen of het onafhankelijkheidsplein en een besluit nemen. Dus de mensen, de intellectuelen van ons toen, hebben toen het besluit genomen om met volksvertegenwoordiging te nemen. Dus wanneer een besluit hier wordt genomen, is het in naam van het volk. Natuurlijk verwachten we van die volksvertegenwoordiging dat ze in contact blijven met het volk. Want u bent een vertegenwoordiging. Anderen doen het heel goed, anderen in mindere mate. Maar met signalen als de uwe blijven we alert. En ik zal dit zeker doorgeleiden, omdat de bejegening, ik heb het ook zelf vaker aangehaald,
op social media. Suriname is niet herkenbaar in. Maar ook de negatieve invloeden van buiten. Want soms vaak als je die accounts nagaat, zie je dat heel veel mensen in het buitenland wonen. Ja, die voor sociale onrust proberen te zorgen. Maar met uw bijdrage hopen we dat dit een eye-opener kan zijn voor alle anderen dat we in Suriname vredig met elkaar moeten leven. Zo hebben we ons als land gepositioneerd in de wereld. Dus er moet geen ruimte gelaten worden voor anderen om dat te gaan spoilen, als ik het zo mag zeggen. Maar dat we gewoon als vredig land, als mensen die goed met elkaar kunnen samenleven, verder doorgaan. We zullen zeker aandacht hieraan schenken. Natuurlijk zeg ik niet dat handelingen van overheidsinstituten ook niet fout lopen. We zien genoeg dingen waarvan we zeggen het zou anders kunnen. Maar we zijn aan het leren en het is een proces. Maar dank u wel voor uw bijdrage. En samen willen we verder ermee om te zeggen Suriname voor ons allen. Grand dank.